Wat is je favoriete karaktereigenschap? Vooral mijn rust. Ik ben een rustige, introverte jongen en dat bevalt me eigenlijk heel goed. En dat straalt ook uit op mijn omgeving. Mijn kinderen en mijn vrouw zijn wat drukker, dus dat balanceert de boel mooi. Dus ja, dat is een fijne eigenschap. Wie is jouw favoriete influencer? Nou, ik heb geen mensen die ik volg op social media of zo, dus ik heb geen zeg maar, traditionele influencer. Maar mensen die mij wel op een positieve manier beïnvloeden, dat zijn ja, toch wel de wat grotere leiders van de wereld. Dus Gandhi vind ik inspirerend, Martin Luther King, Ramdas, Rupert Spira, een beetje de spirituele leiders. Wat is jouw minst favoriete dagelijkse bezigheid? Autorijden. Ja, ik vind autorijden vind ik helemaal in de hectiek van de stad. Met de parkeren en file en chaos, zeg maar, dat is niet, daar ga ik niet heel goed op. Wat zijn je favoriete kwaliteiten in een man? Ik weet niet of dat daadwerkelijk tussen man en vrouw verschilt, maar ik denk wel een bepaalde mate van nederigheid en dankbaarheid in het leven. Dat het een goede kwaliteit is. En zelfreflectie. En daarbovenop, dat zijn meerdere kwaliteiten, ik denk eigenaarschap. Gewoon echt eigenaarschap nemen over wat je doet, hoe je in het leven staat en waar je naartoe wilt. Waarom wil je dat mensen jouw boek lezen? Voornamelijk omdat ik mensen hoop te inspireren met mijn boek en voornamelijk tot actie aan te zetten. Dus dat mensen zeg maar iets interessants lezen of geïnspireerd zijn, dat is één. Maar daarnaast ook in actie brengen. Of in actie komen met hetgene wat je dusdanig inspireert. Dat is volgens mij nog belangrijker. En dat is nog een belangrijke stap eigenlijk. Dat is één, dus om de lezer echt ja, te helpen. En daarnaast vind ik het ook belangrijk om een soort ambassadeur van mijn oude eenheid te zijn. Dat is een eenheid, of dat zijn mensen die voornamelijk in de schaduw werken en leven. En ik denk dat mijn boek en mijn achtergrond en mijn verhaal eigenlijk een mooi podium kan geven voor die gasten die nog steeds het werk doen. Alleen die niet altijd de erkenning krijgen die zij verdienen. Waarom wilde je dit boek schrijven? Na mijn eerste boek, Naar Niet Te Breken, ging ik nadenken over het tweede boek. En toen merkte ik bij mezelf eigenlijk een soort van innerlijke overtuiging van ja, ben ik wel een schrijver en kan ik het wel een tweede boek schrijven? En toen ik dat merkte, toen dacht ik van nou, dat is een mooie pad om mee aan de slag te gaan. Dus dat proces wilde ik aangaan. En toen ging ik nadenken van ja, wat kan ik nog meer bieden eigenlijk? Waar zou mijn tweede boek over kunnen gaan? En toen kwam ik met dit concept voor het tweede boek. En het boek is heel gestructureerd. Dus je leest het echt als een militaire operatie. En daarnaast heb ik nog veel meer ervaringen zeg maar, opgedaan in mijn vorige carrière. En dat vond ik ook gewoon mooi om dat te gaan delen. En vooral de afgelopen jaar heb ik heel veel geleerd. Veel met mezelf aan de slag geweest, met mijn eigen ontwikkeling. Dus de lessen die ik nu deel, gekoppeld aan mijn ervaringen, gaan over het algemeen wel een stukje dieper en verder dan met het eerste boek. En daarnaast hou ik ontzettend van het creatieve proces. Dus gewoon echt een bepaald thema, één woord en dan vanuit een lege pagina daar een mooi en sluitend verhaal van maken. Dat vind ik prachtig om te doen. De endstate speelt een belangrijke rol in het boek. Heb jij een endstate voor jouw boek? Ja, ik heb zeker wel een endstate. Als ik kijk naar het effect dat ik wil bereiken met het boek, dus de endstate. Naar aanleiding van mijn eerste boek, van Niet Te Breken, kreeg ik een mailtje van iemand. Die jongen die was al langere tijd depressief, dus die worstelde echt met het leven. Die was onderweg naar zijn psychiater en per toeval miste hij zijn trein richting de psychiater. Liep op het station en liep daar een boekhandel binnen, zag Niet Te Breken liggen, kocht het en las het. En mijn boek was eigenlijk op dat moment net een soort van lifeline voor hem die hem uit een moeilijke periode haalde. Ja, en hij mailde dat en gaandeweg het schrijven zeg maar, voor mijn tweede boek, dat vond ik een moeilijk proces, een tweede boek schrijven. En iedere keer kwam die mail van die jongen kwam weer in mijn gedachten eigenlijk. En voor mij was dat op dat moment weer een lifeline om mijn innerlijke drive weer te vinden om verder te gaan met schrijven. Dus als ik één iemand kan inspireren of tot actie aanzetten om gewoon ja, eigenaarschap te nemen over zijn of haar leven, dan is mijn endstate bereikt voor dit boek.